vorige week in de Pfafs. Ja, ze dingen niet allemaal zo druk. Bijvoorbeeld, ze biedt hoe ver daarin dan. Ik denk dat hier een briefje van 500 euro tussen zit. En dat houde jij vast. Allee, lukt. Ik heb wel de roomboog wat daar gezet. Jean-Marie is vandaag al vroeg uit de veren. Kelly en Sam zijn 10 jaar getrouwd en willen dit vieren met een romantische citytrip naar New York. Terwijl een vriend op het huis zal passen, zal Jean-Marie hen naar de luchthaven brengen. Shania en Kenji zijn in goede handen bij Sams ouders. Hey. Hoe is het? Goed. Hoe geslapen? Ja, van binnen moet je aan een kopje nemen? Nee, ik heb al gegeten. Heb je de papieren bij, paspoort, alles bij? Ja. Een verrouw. De valies? Valies ligt hem op? Alles staat klaar. Kelly, valies ligt hem op? Dat is, je weet dat, in Amerika. Niet betrouwen, hè? Nee. En ook als je betrekt, hè. Dat valies goed in de hè? Absoluut. Waar slaapt wel in James Square? Of waar slaapt wel? De Roosevelt Hotel. Roosevelt? Ik heb alles voor u daar. Ja. Dat je weet waar te bereiken en noem maar op. Voorzichtig, hè. Ik laat de bericht kijken. Kom in orde, zaken. Hoe is het dan gekomen, hè, vriend? Even een puit open, dat ga ik nog niet vaten, hè. We mogen wel eens over de puit kruipen, dat is de bedoeling niet, hè. Een kameraad. Hij is van hier dan, hè. We zijn er. Lekker, hè. Kelly? Ja, papa. Ik heb broodjes. Mama heeft broodjes gemaakt. Oh, lekker. Verse ham. Lekker. Schat, jij eentje? Ik kan nog niet danken. Met preparé of zo? Nog niet danken. Mmm. Dat zou nou mijn geweest zijn, zeker? Dat nog in Amerika goed zit, Sam? Ja. Mijn vis heb al eens te keren. Zou je daar ook naartoe willen gaan? Ja, zullen we direct. Maar met de kinderen. Was toch goed, joh, Memphis? Oh, oh. Chic, hè? Ja, dat is raar, zeg. Welk? Nou, wel, je bent wakker en zit dan gewoon om je kinderen 's morgens vroeg te zien, hè? Oh, begin ja. Al. Je kom maar draai. Ik zeg maar 4 dagen week, maar het begint al. Is Kelly haar professionele haar hele fotostudio wijsbaar, hè? Moet voor haar ook gaan poseren? Ja, ik ga veel voor mij moeten poseren. Maar ik ga van mij ook. Apple. Dat is mijn model zo van dienst. Zo was ze. Op het toestel. We zijn er al sinds avond. Hè. Ik kon er niet wachten, zijn bij ons. Zet er gewoon af, hè. Ja. We zijn wel groot genoeg. Dat lukt ons. Oh, wel. Anders zit hij veel te fel. Ik had toch nog graag gehad dat de La Palma naar Pol vast heeft. Zodat dat als ik binnenstapte. Zal ik dat doen? Ja. Hè? Dat komt iets normaler over, wat denk je? Anders kan ze allemaal vragen stellen. Allee, zeg. Ga ik dat niet meer? Het zou wat kindjes zijn. Wij elkaar goed verstaan is toch het belangrijkste? Zeker dat we maar gelukkig zijn, hè. We maar gelukkig zijn, hè. Zeker dat, hè. Ook Carmen en Debbie zijn al vroeg op pad. Carmen heeft al een tijd last van overtollige huid aan haar oogleden en gaat vandaag langs de plastisch chirurg voor een oplossing. Debbie gaat mee voor morele steun. Hé, de zenuwen? Waar moet je zenuwen hebben? Ik word maar toch niet mijn zenuwen op. Dan een agenda bij. Ik heb een agenda. Ik heb ik een agenda. Ik heb alleen een babysitagenda. Dan moet ik van die kinderen maar niet zelf bijhouden. Maar wat ga je allemaal te doen? Hetzelfde. Ja, denk ik. Volgens mij doet hij dat hiermee aan. We zullen wel zien. Het belangrijkste is jij na. Oh, dat gaat zo schoon zijn, daar denk ik zeker van. Was ze beter terug 10 jaar jonger zijn. Hij heeft wat? Nog jonger. Dan schillen we maar 9 jaar in plaats van 19. Zitten we? Maak het me niet moeilijk. Ja, dank u. En wist. Goed uit. Ja. Ik ga juist een dossier kunnen opmaken van u. Ja? En dan gaan we naar dokter Koopman. Ja. Oké. Ik heb ze zover gekregen. Kijk. Dat is toch tof, hè? Het is toch tof dat de dochter de mama meebrengt. En moet je geen schrik hebben. Ik moet er nog niet aan beginnen, hè. Nu het gaat. Ik had er geen spijt van, hè, maar ze. Nee. Oh, hij is schoonmoeder worden.
terug lijkt vroeger. Nog een mooier moe hebben. Ah, wel. Zo. Dat bedoel ik. Kijk, ik ga zien als een dokter vrij is. We wachten wel even. Een ogenblik. Allee. Gaan die in orde komen, mama. En ga ik op mee? Ik kom ja mee. Mm-hmm. Ik ondersteun van in begin tot in. Allee, verder. Oeh, wauw. Oeh, wauw. Kom. Ik heb honger. Ze vier? Je doet dat toch omdat dat stoort. Je moet dat niet doen omdat wij dat zeggen. Maar mama, het wordt tijd dat je dat doet. Je moet dat doen omdat je er zelf al jaren mee loopt. Het irriteert dat, het stoort dat. Het is vermoeiend. Ja. Alle. Kan je zeggen dat ik heb afgetroffeld zo? Ik heb er twee blauwe ogen geklapt. Voilà, komen jullie mee? Dus hier van de ene stoel en dan. Dat is te zeggen. Allee. Voilà. Ja, dat papier heb ik al weggestoken. Voilà. Kom maar naar Sjoen. Ja, hallo. Alles in orde, Jaas, hè? Goedendag. Ja. Dat is mijn mama. Zet u. Ja, uw mama kent me wel. Ja. Mama is schrik. De meeste mensen hebben schrik. He. Maar je moet geen schrik hebben van mij. Ja, van u niet. Van de meisjes. Ja. Zeg ik even vooral wat dat er in is. Dat ligt erop. Ja. Maar ga ik eens zien, ik kom mee hiernaast. Tot ze niet, hè. Ten huize Volders geniet Dave van een rustig dagje thuis met vrouw en kinderen. Ah, kom helpen, mijn vinger zit ertussen. Dan merk het toch. Stoemrek, nee, dat moet dat veen. Ja, maar kies mijn motor in bed en ik zie hem vorig, dat is de lucht. Wat? Jullie spelen? Ja, mama, haar vinger zit ertussen. Geef een kusje, mama, haar vinger. Ik ga jou een kusje geven, mama. Papa, ook een kusje geven? Nee, het is goed. Het is wel dik ontwerpen. Mama. Jij bent een lieve. Ben ik een lieve? Ja. Ja, hè? Fake het toch. Wij zijn beste vrienden. Wij zijn beste vrienden, hè, broers. Ja, vrienden, hè. Jo. Wij zijn allemaal beste vrienden, hè? Heb duidelijk huidbevering. En er zit ook wat vet onder dat moet verwijderd worden. Uw ogen, zijn die 's morgens gezwommen? Ja, onderaan. Nee. Maar nee, dat valt mee. Doe een keer uw ogen dicht. Er zit toch ook wat vet dat moet verwijderd worden. Heb wat huid over, maar vooral boven. Boven de sterrenhuid gesproken. Ja. Dat gaat veel veranderen als je dat doet. Hè. En wat je ook zou kunnen, is... Kijk een keer voor u. Een beetje uw wenkbrauwen hoger zetten. Dat nodig? Nodig, niks is nodig. Alles wat wij doen, is niet nodig. Allee, dit spel het is enkel nodig als u het nodig vindt. Nee, maar ik vind dit spel, dat is wel nodig. Ja, maar dat is zeker, dat is zeker. Dat zeg ik al van hier. Kijk, als je... Ik ga een keer het omgekeerde doen. Dus die wenkbrauw iets lager zijn. Kijk, zie je dat? Dat is maar een millimetertje lager. Als ik dat doe, zie je dat al veranderen? Hé, maar natuurlijk, dat is het hoofdprobleem. Hé. Dat hangt er gewoon over, dus... Ja, maar dat... Dat is weg, hè? Dat is en dan een dag weggenomen. En daar... En dat verjongt dus, ook nog eens. En natuurlijk, hé, dat maakt je blik meer open, hé. Gewoon schoon zijn, hè? Dan kun je naast Debbie gaan staan. Ik kon even staan liggen. Ja. Ja, wat ga ik daar doen? Wat ga je doen? Ik kon nog wel zien, hè? Ja, bon. Oké. Okay. Eerst. Wij gaan een keer foto's nemen van u. Ah, ook nog. Ja. Oh, ja, toch wel. Als je daar tegen de muur staat. Ja, nu de andere kant ook zo drie verder. En volledig gedraaid. Voilà. Ja, maar ja. Hier is het wat meer uitgesproken dan daar. Dan daar, ja.
Maar daarom ja, wel deze is wel meer. Nog... Maar soms heeft dat de kant langs waar je slaapt. Deze kant. Ah, ziet ze. Ah, is dat waar? Ja. Ja. Dan ga ik eens beginnen afwisselen. Ja, ik wissel wel eens af, maar ik slaap altijd met mijn hand onder mijn hoofd. Dat is waar. Of is dat daarvan? Dat wist ik nou niet. Maar ik weet dat die in één kant wat meer is dan de andere. Zo dadelijk. En trappen. Nee. Jawel, papa heeft u vast. Kan niks gebeuren. Papa, kijk eens naar papa. Papa heeft u vast. Papa gaat die nu laten vallen. Zie die zich, daar zijn de gebouwen. Skyline. Kom door met de kut. Schat, ik heb maar een paar dagen om alles op te zagen als een spons. Na een lange vlucht zijn Sam en Kelly aangekomen in New York. Hier is Kelly. Ze zitten wachten op onze schat. Hallo, sir. Hi, how are you? Fine, my name welcome is Sam. Welcome to New York. Valerie, welcome to New York. Okay. Follow me, please. How long is driving the, to drive? It's driving the bit of the traffic. Oh, yeah, yeah, yeah. And many traffic in New York, eh? Oh, yeah. It's a little bit far away. Maybe you can wait in here. All okay, right. We'll wait sure. Here. No problem. Thank you very much. And here is spaces to the driver. Okay. All right, all right. Alsjeblieft. Ik heb verder al gevonden. Dat is wel plezant, als je die direct kunt vinden. Dit komt in aan zich met een vla. Ik weet het niet wat je geregeld. Is hè? Ah, mij mijn botten. Misschien een dusje vuizen, schat. Waar heeft hem die geparkeerd? Misschien een dusje vuizen. Kijk, oh, al lukken, kid. Kunnen we wel direct een feestje in de avond zijn. Nice car, sir. My car is very smaller than this one. My car, you can three times in this one. No. Four times. No. Ik weet even, ik kan er toch geen vier keer in, maar ze het gaan laten zeggen. Het zal toch niet veel schillen, hè? Thank you, sir. Mijn broek uit spelen. In Brugge proberen de plastisch chirurg en Debbie Carmen gerust te stellen voor de oogoperatie. Je moet een dag of tien rekenen. Na een week worden de draadjes eruit gehaald, zeker? Na een dag of vier gaan de draadjes eruit. Ah, ja. Van de ogen, ja. Na vier dagen gaan de draadjes eruit. Hey, eens dat blauw weg is, dan heb je nog een paar weken dat je ogen zo wat trister staan. Oei. Zo. Ja. Ja, maar nu staan ze ook vermoeid. Ja. Je kunt vergelijken, iemand die de griep heeft of wat, die ogen staan zo wat triest. Dus in het begin, de eerste weken, is dat zo. Je gaat nog zeggen tegen mij, had hij maar eerder gedaan. Ja, maar dat is zo, van veel. Hè. En dan eens dat beslist is en dat gedaan is, had ik het al maar vroeger gedaan. Want ik loop al langer met dat probleem. Hè. Ja. Dat komt goed, hè. Kan ik terug kunnen zeggen, hier zijn mijn moeder, 45. Hallo. Dus, moeten wij dan... Dat jij verdriet hebben voor iets... Maar die heeft enorm veel schrik van narcose. En ja, die maar ja, al de mensen hebben schrik. Ik begrijp dat. En weet je wat? Voor jullie is het ongekende. Voor mij is dat mijn dagelijks werk. Ik weet in een paar minuten wat ik moet doen. Normaal is het wel de mama die de dochter eraan gaat vasthouden. Ik zou waarschijnlijk slapen, zeker. Ik weet het niet. Maar ja, als we dat weten, dat u nerveus bent, dan krijg je wel iets. En dan stoppen. Gaan we u eerst nemen dat het niet te lang moet liggen wachten. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Tot de volgende keer. Hè? Ja, Debbie, ik ga je dan merci. Kom al binnen bij me. Ja. Ik weet het zijn, hè? Ja, geen probleem. Ziek is hard, hè? Ja. Ah, ik vind dat zo vies. Ik heb dat op tv gezien. Ik vind dat zo vies. Maar jij weet dat toch? Met dat mesje dat ze er zo in snijden. Oh, ja, mama, dus... eigen zee, dat gewoon zo schoon. Nou, ik zie dat niet, maar ik vind dat vies. En zei zelf, jij hebt een... Je huid is zo mooi nog zitten. Nog? Dat is altijd zo geweest. Ah, wel, ja. Maar ja, mama, je hebt misschien anderen, hè? Het is zo soepel dat ze beginnen afvangen. Allee.
Het is Sam's eerste keer in de Big Apple en hij geniet er met volle teugen van. Hey, te lang in ons eens, New York. Inderdaad, schat. Zie die zich, daar zijn de gebouwen. Dat is kuil, hè. Zie die zich. Ik vang je nog niet in. Kom door het ticket. Schat, ik heb maar een paar dagen om alles op te zagen aan een spons. Oh, ik weet het, mannen als in Berzel, hè. Oh, is een kip gekeerd. Ik heb het, hier. Die viel dat pas echt klaar, hè? Je weet dat je zei. Jij hebt dat tof, zeg. Je zegt New York, waar denk je dan aan? Een stijve nek. Ik ben dan niet altijd naar boven te zien. En die toeteren hier op je, ik zou daar zot van worden. De Roosevelt Hotel. Oh, sorry. Sorry. You know, like my neighbor said, you know, I live in Seaford. He's the next town over. Welcome to the Roosevelt. Where are you from, sir? Belgium, sir. Ah. Je parle français, tu parles. Ah, that's very good. Je m'appelle Bernard. C'est la première fois à la Roosevelt? Oui, c'est la première fois. All right. Enjoy your stay. But we're from the Flemish part of Belgium. Ah, what does that mean? Which means that we speak Flemish. Ah. It's similar to Dutch. Okay. Belgium is divided in two. It's small, but it's divided in two. I know Belgium from being French. That's it. Do you need help with the luggage? No, that's fine. Thank you. Oh, sure. Thank you, yeah, sir. That's registration. Take the elevator straight down this corridor. One flight up to L. Okay. Enjoy your stay, guys. Thank you. See very you, much. Bernard. Let me know if you need anything while you're here. My name is Bernard. All right. Okay, all right. We see will. You later. Right thank this you, way. Bernard. In Brasschaat staat Bruce een nieuwe uitdaging te wachten. Namelijk zonder wieltjes fietsen. We gaan nu leren fietsen zoals Blixen McQueen. Dat zien wij niet op de tv, hè. Maar Blixen McQueen, hè, als hij niet meer in zijn auto rijdt, rijdt hij op zijn fiets. Ik fiets toch niet. Zit jij niet aan het wijsmaken? Nee. Zoals opa. Zoals opa, die fietst ook zonder wieltjes aan de ja. zijkant. Amai, als de opa dat ziet, broer, zeg jij zonder wieltjes aan het fietsen zit, hè. Dat ik kan boeden, opa, hè. Amai. Zeg maar zeker. Broesje? Zit erin, broes? Wat ga je doen nu? Ja, we gaan proberen zonder wieltjes te fietsen, hè? Zeg, zie. Blixen McQueen, hè? Ja, Blixen McQueen. Kijk, broes, deze fiets... die kan niet vallen. Omdat die wieltjes erop staan. Deze fiets, broes, kijk, hè? Die gaat vallen, hè? Kijk, hè? Zie je? Maar omdat wij er gaan opzitten en gaan trappen, gaan wij niet vallen. Ga je zitten, broes? Ja. En jij moet mij hoofd vasthouden. Ik kan u vasthouden. Hier, broes. Heb je handschoentjes aan? Blijf er niet in evenwicht houden, hè, schat. Die. Doe maar even handschoenen aan. Papa heeft de fiets vast. Oké, broes. Nu de voetjes op de pedaletjes. En trappen. Nee. Jawel, papa heeft u vast. Kan niks gebeuren. Papa, kijk eens naar papa. Papa heeft nu vast. Papa gaat die niet laten vallen. Kom maar. Voetjes erop. Voetjes erop. Voilà. Je bent aan het fietsen. Je moet goed evenwicht houden, hè. Voor u kijken, hè, broer. Nee, nee. Fietsen. Trappen. 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 Liam kan er ook. Ja, Liam kan er ook. En jij gaat alsjeblieft ook kunnen. Na het inchecken ontdekken Sam en Kelly hun kamer in het chique hotel. Oh, zie dat toch. Geweldig. Hallo. Kijk niet af. Dit is. Oh, dat is hoog. Oh. Dat is toch wel even... Het negenste verdiep bij ons is nooit niet zo hoog, hè? Kunnen we werkende mensen zijn, ze? Zie je dat? Meneer zit op zijn computer bezig, hè? Met een collega achter hem. Dat is een bed voor dinges, voor Thea Ellebout. Hoog springen. Ik heb u vast. Hoe vast? Ja, ik heb u vast. Broes. Kom aan, trappen, 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 trappen. Goed zo. Trappen, 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 trappen. Nee, niet meer doen. Hoe niet meer doen? Vasthouden. Maar ik heb u toch vast? Mama zal even met u meegaan. Hier. Allee. Nee.
Hoe nee? Ik wil die wel zien. Ah, nee, dat gaat nee, niet. Nee, broers. Zonder de beeldjes, dan kunnen we dat laten zien aan de opa. Kom, broers, papa gaat uw stuur nog eens vasthouden. Papa gaat uw stuur nog eens vasthouden. Kan er niets gebeuren. Gewoon, broers. We gaan nog één keer proberen, broers. En dan mag je op je go-kart. Nee, broers. Niet op de go-kart. Ik wil jij eens proberen. Kom op. Ja. Kom op, wij gaan dat kunnen ze, hè. Ja, want dan gaat het open. Oké. Kijk voor u, broers. Trappen. Trappen, 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 trappen. Ik moet niet vallen. Nee, je gaat niet vallen. Trappen. Ik heb u vast, broers. Ik heb u vast. Trappen, 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 trappen. Draaien, draaien, draaien. Ga daar. Goed, broers. Kom maar naar mama nu. Hey, naar mama. Nu naar mama. Kom maar. We gaan dat proberen. Goed, broers. Goed. Goed, broers. Oh, amai, je kent dat nogal, zeg. Goed, broers. Oké. Oei, ik was aan het filmen met mijn dingetjes toe. Goed zo, broers. Morgen gaan we dan nog iets proberen, hè? High five. Zo dadelijk. Amai, als hij dat weet, dan gaan we vier zijn. Ik kan tegen hem zeggen, hey, je truiken hangt in New York City. Je doet een vrouw daar een enorm plezier mee. Ja, ik denk dat ook. Ja, dat is gevaarlijk, hè? Dat is de prins. Dat is de prins. Je moet u vrouw een plezier met haar. Dat bedoel ik. Carmen en Jean-Marie maken vanavond een mooie weer op de nacht van de Vlaamse televisiesterren in Hasselt. Heb je iets afgeven hier? Niet zo direct, nee. Ik heb een schalkenbalk aan het opvangen. Het is lekker warm. Hallo, waar moeten we zijn? Ja, dat werkt. Ik heb dat even aan aangeven. Oh, dat geeft. Yo, Malé. Het zwart stipje. Hier, hier is het stipje. Wie roept er? Ah, daar. Ja. Hé, hey, jongens. Oh, proficiat, meisje. Hallo, heb jij ook zoveel last met die krullen? Nooit. Nooit. Heb jij last ermee? Ja, toch wel een beetje. En wie is de beste keeper? Goeie vraag. Achter mij? Beste keeper. Ik heb mijn best gedaan in mijn carrière. Ik ben tevreden met zo'n mooie carrière die ik gehad heb. Maar het is niet gemakkelijk om te zeggen wie dat je zei, hè? Graag gedaan. Succes, meisje. Ze zijn nog maar net weg uit Brasschaat, maar het eerste wat Sam en Kelly in New York willen doen, is een taxi nemen naar een Belgisch café. België in New York. Wat gaan we doen? Naar de Stella Bar. Dan gaan we de eerste avond al een stevig stukje eten. Ladies first, normaal. Hè? Ja, maar dat geeft niet, schat. Ik kan daar tegen. Ik denk dat die mensen ook nog aan het wachten zijn allemaal. Het ging het beste daar op de baan. Ik zou het eens vragen. De dag wordt, onthoud dat vlukken. Voilà. Dus. Wij moeten toch naar Ginters. Ik moet altijd ja, eens... Als we stappen, dan weet ik dat ik te voet ga. Altijd de schone winkel. Aft me dan tegen. Nog 50 meter verder. Oh, die wil ik eens even de talage. Oh, dat is goed, hè. Kijk, als we nou naar Vift gaan... Je zit niet helemaal vol. Ja, maar dat is een baan die... En dan... Ik heb nou wel geen rockskram, maar ik heb mijn best doen. Oh. Allee, we gaan terug wagen, hè. Want hier passeert er toch niks. We moeten het scheten. Maar we gaan gewoon weg. Meneer. Zit jij brei? Moet je het liever? Nee, het zit iemand in. Daar zit ook iemand in. Aan de overkant, schat. Ja, daar zit iemand in. Ja, maar die stapt uit. Even 2 seconden wachten, hè. Wat denkt je? Hier. Hier, 2. Madame is nog bezig. Moet ik even helpen, madame, met je auto? Eerste schat. Good evening. In Hasselt is het feest nog maar net begonnen, maar Carmen kampt al met een probleem. Zijn we Jean-Marie kwijt? Ja, ik ga hem niet helpen zoeken. Kom wel toe. Ik heb zo'n gsm en ik heb de autosleutel. Dus jij bent de baas eigenlijk? Altijd, maar dat heb ik hem niet. Dankjewel, joh.
meneer. Zonder hem. Dat hè. Sportprogramma, echt waar. Ik vind dat leuk om te kijken zo. Het is een beetje op elkaar toegroeien, maar alleen. Ik ken dat al langer. We zijn dat al gewoon. Je kunt al zwemmen, hè? Je kunt goed zwemmen, hè? Ja, een beetje na toch. In mijn vijver. Ja, allee, compliment vooral. Merci, dankjewel. We horen elkaar. Ja, inderdaad. Zo, ken ik hem nog, Louis, de architect. Dat is lang geleden, man. Dit nou, we zijn nog een hele natuurlijk. Hoe is het met jou? Hoe is het? Dat kan op wc worden. Oh, wacht. Ze was eigenlijk aan het zoeken en ik was niet meer aan het vragen, waar is Carmen? Louis, hoe is het met jou? Ik kon dit dat ik je terug zie. Dat is lang geleden, hè? Ja, we moeten elkaar een keer terug zien. Ja, we moeten eens terug gaan spreken. Ja. Thank you. Now, this is for you. Oh, thank you, very nice. Have safe trips and journeys. Au revoir, à la prochaine peut-être. Bonsoir, monsieur. Ah, hier is hem te thuis, hè? Oh, Belgisch café. Amai, dat is hier druk. Dat is hier goed, druk. Amai, dat gaat weer leuk zijn. Ja, is maar de benen al maar in. Oh ja, ga je ook. Amai, dat riekt heel goed, hè? Hallo. Goedenavond. Ik heb nog wel tafeltje hier of tafeltje daar. Dat zullen we niet daar nemen, hè? Zoals jij wilt. In het café is de eigenaar enorm blij met de komst van Sam en Kelly, want hij is een grote fan van Jean-Marie. Sam, aangenaam. Hallo, Kelly, aangenaam. Ja, ja, met u? Alles goed? En ik heb het truikje gezien, denk ik, van uw vrouw. Nee. Kijk eens kijken. Och, allee, los erop, zeg. Dat is cool. Amai, als hem dat weet, dan gaat vier zijn. Ik kan tegen hem zeggen, hey, uw truiken hangt in New York City, niet eens in België, maar in New York City. Aan de ingang, aan de ingang. Aan de ingang. Iedereen ziet het, als je niet gewoon de deur open doet en los naar binnen gaat. Och, allee, jong. Oh, dat is tof. Die Nikaanse kennen. Jawel. Salut, hè. Dag, meneer. Ik ben dat schinderke, man. Nee, Jean. Ik heb dat goed gedaan, joh. Hé, hey, Pappenheimer. Hier, Jean-Marie. Salut, Amadeke. Proficiat met jouw programma, hè, jong. Merci, ja, oké. En ik vind het goed voor de Bart ook. Ik had hem terug op de... Ja, ik vind dat plezant. Doe ze voort, hè, vriend. Merci, hè. Ja, mannen, salut, hè. Hé, hey, we hebben dat er goed vanaf gebracht. Dat duur is het. 11:30. Goedenavond. Oei, waar zijn we na? Ze zijn op het podium hier. Die zijn met u binnengekomen. Ja, wel. Dat gaat toch niet? Moet dat nog hinderen? Het is weer... Ik heb geen flauw idee van. Absoluut niet. Ik heb geen flauw idee waar dat we lopen. Je volgt me, ik moet me volgen. Ja, maar ja, ik volg het toch. Dat is niet waar, ik moet dat een andere kant. Ik kan vast. Meneer, waar kan ik hem daarna? De uitgang vinden. Andere kant op. Terug door dat volk. Echt? Helemaal terug door dat helemaal volk. Terug, ja. Dan links buiten gaan. Manneke. Kom, Carmen, kom. Ga, volg me niet, hè. Gewoon terug door dat volk moeten gaan. Ik moet gewoon eruit doen. Allee, jong. Wacht, Jean-Marie. Ja, maar ik moet toch die vestiair vinden. Ik heb toch een sjalbaar. Jean-Marie is bekend over heel de wereld en zijn shirt prijkt zelfs in een Belgisch café in New York. Dat moet op gevoelige plaats worden vastgelegd. Willen we die foto even nemen? Voor ons papa? Ah, zeker, zeker. Zal de foto eerst van alle trekken? Ja. Kom even. Ja, Sam. Ga er maar bij staan, hè? Nog één, hè? Pieter moet er ook bij staan, hè. Kom er even bij. Rood op rood. Geweldig. Schitterend. Super, mannen. Goed, gasten. Laat hem nog even poseren voor de zaak, hè. Oh. Echte toeristen, hè. Kom, volgens mij. Kom. Wat zijn stallenkers, de Eef? Nee, niet twee, hè, pa. Allee. Zien dat ik hier niet onvaar word gereden? Ik ben echt content. Toffe.
Allee, mannen, zit er allebei, hè. Waar gaan we staan? Moet je mijn specials ook hebben? Ja, mannen, zit er kom. De weg. Heel goed, mannen. Met de vele bekende gezichten geraken Carmen en Jean-Marie maar niet naar huis. Ik ben een beetje naar afgevallen. Ja? Je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit. Elk pontje gaat door het mondje. Dank je wel. Ja, dat is plezant. Gevaarlijk, hè? Dat is de prins. Ja. Dat is de prins. Je moet nu praten met plezier. Dat bedoel ik. Salut, hè. Allee, we zijn buiten gerokt. Ja, de vrouwen die zijn allemaal mee van die hoge haken. Ja, maar goed dat ik je vast heb, hè. Of klopt bij de visjes. Of ik lag hier, hè. Ik had gewoon bij de visjes gelegen. Na een geslaagde avond in het Belgisch café maken Sam en Kelly zich klaar voor hun eerste nacht in de Big Apple. Eerst zien en naar het uitzicht hier, s'avonds. Bedekte lakens, schat. Wat zie ik? Niks, aan deze kant. Hier in reflectie van de... Oh. Dat is toch nog enorm hoog. Amai, die mensen die zegt, die zijn al aan het werken. Ja, ik ben erin. Volgende week. Dat mag niet, hè. Gaat het goed, zeker? Gaat het goed in de carpool. Hey, stop ermee, hè. Waarom schoenen dan doen aan mijn zender? Nee, nee. Stop met dat te zeggen. Waarom zeg je dat? Waarom lieg je als het niet kan? Echt een pisje van jou, hè? Ja, schatje. Ik in mijn broek. Oh, zou ik hier tegen die boom niet gaan frozen? Ik had het gisteren met mijn klos in een bak zit. Dan heb ik tenminste een wijs, hè?